Wat zegt mama nou, hè? Kijk het gaan. Mama. Ja? Rood, hè? Ja. En lekker dansen op bed. Zo, de kleur zit erop. Voor die eerste verjaardag grote cadeaus eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Proost! Ik weet dat heel veel mensen hier blij mee zijn dat het is afgekoeld. Maar ik heb echt 100 keer liever die 30 plus graden. Ik vind dat zand wel mooi, denk ik. Mwah, dat is lief. Goedemiddag, het is zaterdag. Dat is een schaap. Moet je kijken hoe groot zij eruit ziet met zo'n haarband op. Dat is echt niet normaal. Je lijkt wel 16. Hey. Wat zegt mama nou, hè? Een schaap. Maar het is zaterdag. Als je mijn vorige vlog hebt gezien, dan weet je dat ik vanaf nu op zondag wil gaan uploaden. Omdat de dinsdag gewoon niet helemaal lekker liep. En ik weet niet of dat door de dag komt of doordat het vakantieperiode was. Maar dinsdag is gewoon een beetje een rare dag eigenlijk. Papa, heb ik me nu bedacht. Zo midden in de week. Dus ik ga nu op zaterdag beginnen. En dan vlog ik van zaterdag tot vrijdag. En dan komt die zondag online. En je kan dus ook altijd even abonneren. Zou ik sowieso heel leuk vinden. Maar dan ja, is het ook makkelijker om bij te houden wanneer ik dus een nieuwe video heb geüpload. Maar ja, dus dat wou ik even met jullie delen. Wij gaan zo Jasmijn naar mijn moeder brengen. En dan gaan we lekker uit eten samen. Dit is mijn outfitje van vanavond. Een bloesje, rokje en deze laarzen. En dit is er net gebeurd. Heb je op de bank getekend, hè? Terwijl we hem vorige week helemaal hebben schoongemaakt. Wat is dit geluid? Hoor je dat? Dus ja, dat is wel even kut. Maar ja. Mama. Oma. Oma, hè? En wie nog meer? Hallo. Ja, en nog meer? Hallo. Wie? Oma. Oma, gezellig. Ik krijg hem niet open. Wil jij hem openmaken? Wat zie jij? Hondje. Hondje. Wat is dat dan? Hey. Oma, en wie is daar? Loli. Lopen? Ja. Hallo Jasmijn. Wat gezellig, hè? Kom maar. Hallo schatje. Ga je Loli aaien? Oh. Nou, zijn we weer hoor, waar we altijd eten. We hadden heel even een stressmomentje, want deze die eet, zoals jullie misschien al wel weten, niet echt heel veel vis. Dus hij bestelt altijd kiprol, maar die stond er opeens niet meer op. Dus ze hadden ons een verkeerd menu gegeven. Ze hadden de iPad die we hadden, hadden ze een verkeerd menu opgezet voor de lunch. Maar hij staat erop, dus we kunnen toch hier gaan eten. En... maar vorige keer had je wel al meer vis geproefd, dus ja, California roll. En die vond hij ook wel lekker. Dus die ga je vandaag ook weer proeven, toch? Nee. Dit is toch knettergek, jongen. De tand is zo goed. Cola gaat bijna. Is dit... Dankjewel. Nee, dat is geen probleem. Ik vind het wel cool. Ja, ik vind het wel cool. Ja. Ik wou de tafel al even vast, hè. Kijk het gaan. Welke heb jij allemaal? Alles behalve dit. Ja, maar wat zijn... Oh, wat het is. Dit is die California roll, die vind je dus wel lekker. Dat is die spicy crunch ding. Biefstuk. Dit is met mango. En dat is, weet ik niet, eigenlijk ook iets veggie. We gaan nog heel even kontjes rijden, een beetje toeren. En dan gaan we baby weer ophalen. Lekker creatief. Heerlijk. Ik ook. Maar het zit wel echt heel erg vol. Mega vol. 50 sushis. Ja, jij hebt 50 sushis. We zijn weer thuis. Kwart voor 10. Dus deze die gaat gelijk naar bed. Al ziet ze er nog niet heel moe uit. Lekker. Maar we hebben een hele gezellige avond gehad. Het is zondag en ik ga heel even naar Praxis snel. Want dan kan ik dat muurtje afschilderen. Dus ik ga even een nieuw potje halen. Jasmijn die slaapt nog even. Dus wanneer ze wakker wordt ga ik beginnen met verven. Maar nu ze toch nog slaapt ga ik even mijn sieraden of die kettingjes die ik van de week had gemaakt fotograferen. Kijk hoor, dit is de eerste setting zeg maar. Die heb ik net al op de foto gezet. En dan ga ik nu deze nog doen. Nou, die ga ik zo fotograferen. Is wel heel grappig trouwens, want ik had hem net op deze jurk neergelegd. En toen op de foto's werd het rood echt heel erg roze. Dus dan zie je dat dat gewoon niet werkt met die kleur ondergrond. En dat dat dus best wel belangrijk is. Dus ik doe hem nu gewoon lekker op een neutrale ondergrond. Dit zijn de foto's dan geworden. Kijk, zie je? Hier komt het rood helemaal niet mooi uit. En als je dan... Even kijken hoor, even verder. Hier, kijkt wel. Grappig om te zien, hè? Dus ik ga ze nu even op mijn telefoon zetten. En dan nog een beetje bewerken. En prijsje erbij zetten en zo. En dan kunnen ze op mijn Instagram story. Wil je broodje? Ja. Mag hoor. Papa heeft het gehaald. Alsjeblieft. Een hapje? Of wil je die? Beide? Ga je hem openmaken? Met even haar nagel. Uit? Met haar nageltjes ook eens. Ja, dat is van die blauwe bessen. Ja. Wil je erop? Mag wel. Oh, lekker! Wow. Heb jij ook een broodje knakworst? Lekker. Eet maar. Nee, eet maar. Nee. Toch maar gewoon alleen een worstje? Lekker liefie. Met je slaaphaar. Lekker wild. I love you, schatje. Weet je wat ik laatst dacht? Er komt een tijd dat ze die 100 kusjes per dag niet meer wil. Dat klopt, ja. Ging er nog maar van. Ja. Want het is zo voorbij hoor. I know. Ik heb even wat oude kleding aangedaan en ik ga beginnen met verven. Even kijken bij mama. Kom jij even lekker kijken bij mama? Huh? Oh nee. Hoorde je ons echt niet aankomen? Nee. Oh nee. Oh nee, wat is er? Dat is verf. Help. Verf. Oh nee. Oh nee. Mama heeft een beetje geknoeid op de vloer. Ja. Ja. Hey. Hey. Papa. Ja? We moeten straks alleen daarboven dus nog een tweede laag. Maar ik ben aan het wachten tot dat droog is. Ik heb het echt niet doorgehad hoor. Nee, maar de vorige keer hebben we het dus blijkbaar ook niet doorgehad. Het is nu allemaal aangekoekt en dat gaat er dus niet meer uit. Oh. Kijk, daar in de hoek ook. Helemaal rood op de vloer. En hier ook. Rood, rood, rood. Alles rood. Rood, rood, rood. Het gaat er niet meer uit, weet je. Jawel. Daar. Rood, 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 rood. Het is gewoon een hele vlakke zijn gewoon rood. Mama. Ja? Rood. Rood hè? Ja. 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 Papa even schoonmaken. Jasmijn. Krijgt mama een kusje van jou? Nee. Mama wil een kusje. Ja. Een kusje. Ja. Kom je? Oh. Het tijd. Water. Ja, water. Ja. Mama, een kusje van jou? Nee. Ja. Kom. Dan gaat mama een kusje bij jou halen hoor. Auw. geen oude gekker. Wij zijn even gezellig op onze slaapkamer. Ik ben al mijn kleding aan het ophangen. En zij zit lekker op het bed te spelen met de lampen. En aan het springen en dansen. Ga je lekker dansen op bed? Springen? Woe! Ja! Lekker liefie. Zo, de kleur zit erop. Ik ga het even laten zien. Zo. Wel heel blij mee. En ik had nog... Zo, oké. Ik had nog een leuk idee. Ik zat eraan te denken om dit hier te verven met krijtbordverf. Zodat ze hier lekker kan krijten. Maar ja, misschien wordt het te donker. Ik weet het nog niet. Maar het lijkt mij wel een leuk idee. Maar de kleur vind ik in ieder geval echt heel erg mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Jij ook? Ja, mooi. Mooi, ja. Het is wel grappig. Heel veel cadeautjes die ze op haar eerste verjaardag kreeg. Zoals dit fietsje. En die kinderwagen en ook haar pot wel. Gaat ze nu pas echt een beetje mee spelen. En ze is nu bijna 2. Maar nu past ze erop en toen nog niet. En ze begint nu ook echt dat spel te begrijpen. Dus met haar pop bijvoorbeeld, dat ze haartjes gaat kammen en dat het haar baby is en zo. En dat begreep ze eerst echt nog niet. Dus wel grappig om te zien. En dan zie je dus ook maar dat voor die eerste verjaardag grote cadeaus eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Want ze spelen er toch nog niet echt mee. En stapeltorentjes en zo vond ze toen echt heel leuk. Maar ja, ik ben wel blij dat ze er nu alsnog echt wel plezier van heeft. Want het stond maar in huis voor niks. Kijk nou zo gezellig. Ik heb ook het maanlampje opgehangen. Voor degenen die dit ook willen gaan maken. Ik heb dit dus bij de Action gehaald. In mijn vorige vlog zie je welk draad, metaaldraad dit is. Ik zou alleen als je hem gaat maken toch voor ander draad kiezen. Want dit draad is net wat te dun en te slap. Dus ik heb dit... echt aan een spijkertje moeten ophangen, zeg maar. Want anders trekt hij hem krom. Omdat dit dus te zwaar is. Maar zo is het ook prima oplossing natuurlijk. Je kan er ook nog een plankje of een tafeltje onder zetten dat hij daarop leunt. Kan allemaal. Maar ik vind het wel echt super gezellig zo. Hey. Hey, heb je je slaapstuk al uitgetrokken? Heb jij je slaapzak hier al uitgetrokken? Schatje. Hey. Heb jij gewoon vannacht doorgeslapen? Hey. Heb jij vannacht gewoon doorgeslapen? Poepie. Wat zei je? Papa is nog slapen. Papa heeft vannacht gewerkt. Ik heb zo goed geslapen, lieverd. Hè? Ja, ik heb hem al helemaal uitgetrokken. Ja. Kom je mee? Nee. Ja? Kom dan. Jij lekker aan pillies? Lekker aan pilletjes? Waar? Kom maar. Ding. Kom aan. Wat? Moet het lampje aan? Mooi hè? Die ook aan en uit. De aap. Dat is een aapje, hè? Ja. De aapie. Aapie. Aapie, aapie. Aapie, aapie. Zo. Lekker tv'tje aan? Ja. Ja? Wil je ook wat drinken? Ja, drinken. Oké, ga mama voor jou pakken. Het is dinsdag, goedemorgen. En we hebben echt super goed geslapen. Want deze heeft gewoon al voor de tweede keer deze week doorgeslapen. Echt heerlijk. Wat wil jij? Wat? Wil je meer? Wil je meer? Oké. Gaan we kijken. Welke wil je? Jasmijn is echt helemaal verslaafd aan bevroren fruit. Dus ik kan echt wel 10 tot 20 keer met haar naar de vriezer lopen op een dag. Maar ja, het is fruit, dus ik zeg er geen nee tegen. Welke wil je, liefje? Maar dat is mango. Die vind je volgens mij niet zo lekker. Nee, mama. Kersen? Nee. Nee? Nee. Framboos? Ja. Ja, framboosjes? Framboosjes. Ga hem daar neerzetten. Maar de vriezer moet toch ook weer dicht, schatje? Anders gaat alles smelten. Oh. Zullen we het meenemen naar de woonkamer? Nee. Nee? Gewoon kijken. En kijken. Wil je kijken? Ja. Oh. Nee. Dat is ananas. Lekker. En blauwe bessen. Die vind je ook lekker, hè, besjes? Deze. Kersen? Ja. Een mango. Oh. Dat zijn vissticks. Oh. Vissticks. Vissticks. Wat is dat? IJs. IJsje. Ja. Ja, maar die gaan we nog niet eten. Je mag wel fruit, maar geen ijs. Ijs mag je later op de dag. Oh, daar. Oh, visje. Vissticks, ja. Ja, eten. Die kan jij eten? Ja, die vind jij lekker, hè? Maar dan moet mama ze eerst bakken. Even kijken. Ja, ga maar heel even nog kijken en dan gaan we hem dicht doen. Want anders gaat alles smelten. Even kijken. Ja. Zo, ik heb even lekkere smoothie gemaakt. Jasmijn heeft ook. Jasmijn, zullen we proost doen? Nee? Zullen we proost doen? Proost. Ging je even schoonmaken? Proost. Proost. Lekker liefje. Ga ik het allemaal omkieperen? Wij zitten lekker binnen de hele dag. Een beetje aan het spelen, een beetje aan het chillen. En vanavond doen we ook lekker makkelijk met eten. We hebben al een tijdje geen patatjes meer besteld. Dus dat gaan we vanavond weer eens doen. En... ja, dit weer is gewoon echt niks voor mij. Ik weet dat heel veel mensen hier blij mee zijn dat het is afgekoeld. Maar ik heb echt 100 keer liever die 30 plus graden gewoon. De herfst gaat nu echt wel weer beginnen, denk ik. En dat doet mij echt nog meer verlangen naar Bali. Maar ja, het is niet anders. Dat zit er voorlopig gewoon niet in, helaas. Dus de huismus in mij voel ik weer een beetje naar boven komen. Ik hou er normaal echt van om wel naar buiten te gaan. Ik ben ook het liefste buiten, maar met dit weer gewoon echt niet. Dus ja, als het zo blijft zijn wij denk ik veel weer thuis aankomende tijd. Waarmee gaan we spelen? Onder deze. Moet mama die openmaken? Maar kijken wat erin zit. Oh. Wat zit erin? Wat is dit? Hé, hey, wat is dit? We zien de helikopter. Woehoe. Oh, ja, filmen. Ja. Wat is dat? Een leeuw. Je bent een gekkie. Een gekkie. Goedemorgen, het is woensdag. Ik ga weer een dagje werken. En ik breng haar naar mijn moeder. Het is echt truien en jassen weer. Het waait ontzettend hard. Wij gaan fietsen. Ja, ik word hier niet vrolijk van, moet ik je zeggen. Maar ja, het is niet anders. Dus ik hoop dat ik een beetje vooruit kom, want het waait echt heel hard. We zijn weer thuis. We konden lekker bij mijn moeder mee eten. Die had roti gemaakt en het regende echt best wel hard. Toen ik haar op kwam halen. Dus we hebben het lekker daar gegeten. En mijn gulp staat open, zie ik. Wat zei je, schatje? Ja. Wat is klaar? Eten. Eten klaar? En wat heb jij gemaakt? Een film. Moet ik hier zitten vanavond? Ja, dat is goed. Okay. Jasmijn heeft het eten klaar. Oeh. Oeh. Nou, wat lekker. Oeh, dat heb je goed gemaakt. Eten. Eten. Oké, ik heb maandag, dinsdag, woensdag nacht. Oké. Wat heb je gemaakt? Wat is dat? Zal mama even proeven? Oh. Dat heb jij goed gemaakt. Slapen. Slapen? Wat gaan we nou doen dan? Gaan we slapen? Deze ook aan? Ja. Gezellig. Maar wil jij naar bed? Wil jij slapen? Ja, wil je echt slapen? Of wil je gewoon spelen? Oké. Appetee. Oh, zo. Gaat mama hier zitten? Weet je wat ik nou dus wel echt altijd heel lekker vind? Dat ik gewoon op woensdag kan zeggen dat ik weekend heb. Ik heb gewoon een weekend nu. Dat is toch wel echt een enorme luxe, toch? Kijk eens! Sinds ik dus 2 weken geleden ongeveer, denk ik. Oh, auw! Daar moet je niet mee gooien. Maar sinds ik dus 2 weken geleden hier met haar samen haar kamertje heb opgeruimd. Wilt ze elke dag op haar kamer spelen. Daarvoor echt nooit. Maar nu spelen we elke dag hier. En zo elke dag in haar bedje met haar knuffels en zo. Wel echt super gezellig. Dus daarom vond ik het ook wel... Daarom vond ik het dus ook wel leuk om haar kamertje weer een beetje te veranderen. En er meer echt een kinderkamer van te maken. In plaats van een babykamer, zeg maar. Nou, ik ben er maar lekker bij gaan liggen. Gezellig, hè? Gezellig samen in het ledikantje. Ik pas echt net niet. Hé schatje. Mama, een kusje van jou? Nee, ik wil slapen. Gaan we slapen? Nee. Slaap lekker, kusje. Zonder speen moet je dat doen, hè? Dan moet je speentje uit. En dan slaap lekker, kusje. Ja. Jasmijn, ga jij papa roepen? Papa! Nog een keer. Papa! Papa! Ik zeg dan altijd, ga je papa roepen? Dat is jouw heel hard roepen. Hé, dat is mij niet. Maar papa kijkt film. Maar is reclame, toch? Ja, dat is nu afgelopen. Oh, oké. Wat vind je daarvan? Ga je met papa meekijken? Ja! En dus daar zitten. Kom daar zitten. Kom. Woehoe! Mama, bellen blazen? Ja. Goedemorgen, het is... Welke dag is het? Donderdag. Goedemorgen, het is donderdag. Jasmijn die werd pas om 11 uur wakker. Ja, mama gaat blazen. Ik moet bellen blazen. Oh. Dus we hebben lekker lang geslapen. Ik ga zo denk ik even naar de praxis. Want ik wil onze eigen slaapkamer ook gaan verven. En de verf staat nu nog in de korting. Oké, we staan dus in de praxis. Ik heb hier een paar kleurtjes. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit. We hebben nu natuurlijk donkerblauw op de muur. En onze gordijnen zijn ook donkerblauw. Dus ik heb even een donkerblauwe kleur erbij gepakt. Die ongeveer de kleur zijn van onze gordijnen. Ja, ik denk dat die bovenste is echt de roze. Ik vind dat zand wel mooi, denk ik. Dus ik denk dat het die gaat worden. Of Sahara is net wat lichter. Wil je even meehelpen, Poepie? Oké, ik heb de... Zwart? Nee, dat is de kleur van de gordijnen, denk ik, ongeveer. Oh. Om er even naast te houden wat... Ja, hij is wel iets lichter dan deze, denk ik, toch? Oh. Eén slag lichter dan iets blauwer. Dit? Ja, dus misschien iets meer. Oké. Nou. Ik dacht zand. Ja, zand is wel mooi erbij. Of Sahara, maar misschien vind ik die weer te licht. Ik zeg zand. Ja? Oké. Ja, keuze gemaakt. Toppie. Nou, dit is echt al heel lang niet meer gebeurd. Maar ze wou graag een flesje melk. Overdag. 's Nachts krijgt ze nog wel, maar overdag niet meer. Ik ga beginnen met verven. Het is dus de kleur zand geworden. Ik heb alvast een dingetje op de muur gedaan. Het is altijd maar afwachten hoe zo'n kleur dan op je muur er echt uit komt te zien. Het is altijd eigenlijk anders dan van het papiertje. Ik heb het idee dat het op de muur dus iets donkerder wordt. Maar het wordt vast mooi. Ik heb een hulpje. Ja. Jij gaat mama helpen, hè? Helpen. Ja. Goed van jou. Doe je het schoonmaken? Schoonmaken? Heb je geknoeid? Ja. Dan gaat mama het zo schoonmaken, oké? Ja. Ja. We eten lekker pizza. Ben jij mama weer zo goed aan het helpen? Hey. Okay. Ja, is nat hè, de verf. Doe maar voorzichtig. Alleen op de muur. Ik heb... Vanochtend ben ik al begonnen met verven weer. Nadat we heerlijk hebben uitgeslapen. Again. Ze werd echt om 11:15 wakker. Ik was zelf om 10 uur al wakker. En daarna hebben we haar nog even lekker bij ons in bed gelegd. Hebben we samen nog filmpjes gekeken en zo. En uiteindelijk waren we echt pas... Oeh, doe dat maar niet, schatje. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Doe maar niet de verf... De kwast in de verfpot. Zo. En daarna hebben we dus nog tot 12:15 of zo in bed gelegen. En daarna ben ik gelijk begonnen met verven weer. Nee. La, 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 la. Maar ik ben echt heel blij ermee. En Beer ook. Die was helemaal klaar met dat donkerblauwe. Die wou echt iets neutralers. En ik vind dit er ook heel mooi bij staan. Maar voor nu is mijn tape op. Dus ik kan die bovenste rand even niet doen. Beer gaat zo even nieuwe tape halen en straks komen zijn ouders langs gezellig. Dus ik denk dat ik dit vanavond even afmaak. Dan ga ik nu even lekker douchen en zo. Wat ben je nou aan het doen, schatje? Ik ben aan het verven. Oh, aan het verven? Toch even dat je je kwast weer in die potverf deed. Wil je nou ook op de trap? Kijk uit hoor, schatje. Oké, mama heeft je handje vast. Nee, ja, kijk zo. Ja. Mag mama een kusje van jou? Mwah, dat is lief. Dat zou het zijn, hè? Oh, Nijntje! Nijntje, is het dat nu al? Zie Nijntje? Nee. Hoe ziet ze dat nu nou dan? Waar zag ze dat aan zo? Ja, hier, in het klein. Klein beetje. Oh, papa uit. Zo. Wow. Wow. Oranje. Draai het maar om. En dan omdraaien. Wow. Wow. Heb je een telefoon? Is dat een Nijntje telefoon? Wow. Heeft ze die nog niet? Nee. Wow. Moet papa openmaken? Het is jouw telefoon. Heb jij ook een telefoon? Mama heeft ook een telefoon. Oh, dan moet je, de batterij moet je plaatsen. Dus er zal één onderste erbij zitten. Wow, heb je voor een Nijntje? Hallo Jasmijn! Hallo Jasmijn! Zit er geluid in? Ga je papa bellen? Kijk, konijntje. Dat is leuk, hè, schatje. Oh, dan heb je ook een telefoon. Kijk. Dat is mooi. Nijntje. Ik wil mijn eindje. Nee. Schatje. Jasmijn kreeg net... Laat je telefoon eens zien. Kijken. Jasmijn kreeg net dus deze telefoon van opa en oma. Nou, één groot succes. Echt waar, ze is er al uren mee aan het spelen. Verder regent het echt keihard. Dus Beer die zou vandaag naar de Action gaan. Dat gaat niet meer door. Dus die muur die moet ik morgen afmaken, denk ik. Het is echt zulk vies weer. Echt niet normaal. Wat is er dan? Ja. Daar? Oké. Oh. Zie je dat? Zie je dat? Oké. I'm Jasmijn. Gaan we in de vriezer kijken? Blauwbesjes? Oké. Waar zo'n bakje van net. Maar papa is ook aan het koken, hè? Dus we kunnen niet te veel eten nu. Een eindje? Nee, na het eten. Papa is nu eerst aan het koken. Papa is aan het koken. Loop je nou achteruit? Ik zag er zo achteruit lopen. Lekker dansen, hè? Ik heb net popcorn gemaakt. En niet zo'n beetje ook. Maar echt zo'n hele pan. Dus ik heb hier een schaal. En Beer, laat jouw schaal eens zien. Nee. Wel. Ja, en daar zat dus echt nog een hele... Oh, wacht. Hij is niet scherp. Ja, en zo zie je hem. En daar zat dus echt een hele berg op. Dus wij gaan lekker snacken op de bank. En ik ga de vlog afsluiten. Want dan kan ik gaan editen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het dus heel leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En mocht je op de hoogte willen gehouden worden van mijn nieuwe vlogs. Abonneer dan even. En tot volgende week. Doei!